De Nationale Assemblée heeft gisteren in een buitengewone openbare vergadering een rouwzitting gehouden voor het overleden lid Shailendra Girgasinghe. Alle fractieleiders brachten de condolences over aan de nabestaanden van het lid. NDP-fractieleider André Misikaba, die de spits afbeet, gaf aan dat Girgasinghe een rijke politieke carrière achter de rug heeft. Even achter de rug. Hij heeft in diverse politieke partijen zijn krachten gegeven, te weten BVD, UPS en VAP. De strijd die hij heeft gevoerd om zowel in 2010 als in 2015 gekandideerd te worden in Kommerwijnen ligt nog vers in ons geheugen. Girgasinghe liet zich door niets en niemand zomaar uit het veld slaan. Shailendra, bedankt voor je inspanning en inzet. Jouw strijd, je vaderlandsliefde en je dienstbaarheid naar de samenleving toe zullen wij als herinnering meenemen en we danken u daarvoor. Als VHP-familie en VHP-fractie zullen we je missen, maar jouw strijd zullen wij onverkort voortzetten. Familie Girgasinghe, familie Edu, parlement, regering, samenleving, Lions-familie en andere vrienden, nogmaals gecondoleerd en veel sterkte namens de grote VHP-familie en de VHP-fractie. De heer Girja, zoals wij hem noemden, is door de heer teruggeroepen. Voorzitter, ik sluit af met het volgende namens de ABOP-fractie, maar meer nog namens de heer Brunswijk, die van wie bijzondere omstandigheden vandaag niet hier kon zijn. Zolang wij over lid Girgasinghe blijven praten, ervaren wij een gemis. En zolang wij Girja missen, is hij niet dood. Want de dood ben je pas als iedereen je vergeten is. Voorzitter, we blijven aan hem denken met veel liefde en grote bewondering. Condoleren wij Suriname, ons parlement, VAP als fractie en als partij, maar meer nog gezin Girgasinghe. Dank u wel. In het binnenland neigen we te zeggen, wanneer alle moeite is gedaan om het leven van de persoon te verlengen, alle moeite is gedaan om de persoon in leven te houden, maar ondanks alle moeite de persoon toch heen gaat, dan proberen we de familie en de geliefde door te geven dat het leven verder moet gaan, omdat natuurlijk de grote man daarboven dat zo beslist heeft dat de persoon eigenlijk zijn deel heeft gedaan op deze wereld en terug moest naar huis. En we weten dat. Bij het heengaan van mensen letten we vaak op de leeftijd. Als het een hoge leeftijd is, zijn bepaalde mensen onder de indruk. Collega Girgasinghe heeft in mijn beleving geen hoge leeftijd bereikt. Op 62-jarige leeftijd kwam er een eind aan zijn bestaan hier. Hij is een voorbeeld van iemand die in zijn betrekkelijk korte leven enorm veel heeft verzet. Dit logenstraft het idee dat alleen de vele jaren tellen. Nee, mevrouw de voorzitter, het zijn niet de vele jaren. Het leven kan kort of lang zijn, maar wat telt is, wat heb je in die tijd met al die jaren gedaan? Hij heeft veel gedaan voor de mensen in Kommerwijnen. Dwars door alle politieke scheidslijnen, dat is bekend en bij ieder. Ik denk dat ook voor wat dat betreft vele volksvertegenwoordigers hier daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Het zijn moeilijke tijden voor zijn mensen die hij achterlaat. Ik wil daarom condoleren op de eerste plaats zijn vrouw, kinderen en andere familieleden met het verlies. Ik wil veel sterkte toewensen aan de VAP, de kameraden en zijn vrienden die hij achterlaat. Voorzitter, andermaal delen wij het leed met de nabestaanden en zie daar
een lege plek tegenover mij. Afscheid nemen van een geliefde, een vriend, collega die ons voorgaat, valt altijd zwaar en brengt verdriet vooral aan de naaste, de familie, de vrouw, in dit geval de kinderen. Daarnaast confronteert het permanente scheiden ons met de tijdelijkheid van ons eigen leven en dwingt ons tot bezinning. Een afgerond leven, waarin publieke dienstbaarheid tot op het hoogste niveau van de staat zo'n grote rol heeft gespeeld, vraagt extra aandacht, ook vanwege de grote invloed daarvan op vele mensen. DNA-voorzitter Jennifer Simons die de rij der sprekers afsloot. Ook vanuit de regering zijn de condolences gebracht aan de familie, vrienden en kennissen van Girja Singh. Vice-president Ashwin Adin gaf aan dat Suriname is opgeschrikt door het overlijden van Shailendra Girja Singh en Rajan Palat Singh. Het gaat hier om twee prominente personen uit onze nationale politiek. Vanuit de regering hebben wij onze condolences overgebracht aan het VHP-hoofdbestuur en haar leden. We hebben de heer Girja Singh gekend van zijn gedrevenheid om een bijdrage te leveren aan de opbouw en de politiek in Suriname. We zijn getuige geweest van zijn inzet voor mensen met een beperking en andere minderheidsgroepen. Vanuit het spreekgestoelte heeft het lid Girja Singh zich ambassadeur getoond voor deze groepen. Als rechtgeaarde en veelzijdige Surinamer heeft hij als ondernemer en als bewogen sociaal en cultureel persoon een bijdrage geleverd aan Suriname en in het bijzonder aan Kommewijnen. Ook in dit termijn als parlementariër was zijn kritiek naar de regering in het parlement of in zijn tv-programma Yehi Paigham Hamara vaak scherp, maar altijd binnen de etnische normen. Vice-president Ashwin Adin gisteren in DNA tijdens de rouwzitting ter nagedachtenis van het overleden lid Shailendra Girja Singh.